Hallo, zoals beloofd, nog een video waarin dat we met de kaartenwerk en de reading gaan doen. Zien we dat er mag gedeeld worden, mag gezegd worden, omdat dat nu iemand nodig heeft om te horen. Gaan we dat zien. Oep, daar gaat ze. En we krijgen de Star card ondersteboven en Stork, dus ooievaar. De Star card zegt, wensen komen uit. Ja, allemaal liefde, goede dingen bedoel ik. En dan de Star card gaat over transformatie, verandering. Oké. Dus het gevoel, hetgeen dat ik hoor, is dat iemand... die luistert, heeft een bepaalde droom, bepaalde wensen. En heeft eigenlijk nog niet... hetgeen wat ik zie, het is omdat ik getrokken word naar de foto van de ooievaar. Het zijn twee ooievaars die samen in een nest staan en die, het lijkt alsof ze aan het knuffelen zijn. Dus het gevoel dat ik krijg, dat het gaat over vooral de relatie. Dus de wens aantrekken van een specifieke persoon. Een soulmate, die... alles omvattende liefde. Ik ga zien. We gaan het kijken. Nee, oké. Omdat de kaarten die ik nu kreeg ook weer ondersteboven liggen. Ik dacht dat misschien heel mijn dek ondersteboven lag, maar dat is niet zo. Maar we kregen ondersteboven opnieuw de kerk. Die te maken heeft met... dat doen we denken aan de tarotkaart aan de Hierophant. Dus... principes, religie, familiewaarden, structuren waarin je mee opgegroeid bent, tradities, programmering, conditionering, de dingen waarin je gelooft, rond relaties, rond liefde en wat dan ook. En dan een andere kaart is de tracks, dus een spoor, een treinspoor. Dus bij de boodschap als ze niet onder de boom zou liggen, is van ik denk dat ik het kan. Dat vooruit gaat een steady, dus een standvastige vooruitgang. Maar ligt ondersteboven. Dus dat gaat iemand zijn die de wens geeft om bepaalde specifieke personen te trekken. Dat kan een tweelingvlam zijn. Aangezien dat we twee ooievaars hadden, maar misschien dat straks nog de kaart eruit komt. De grootste obstakel die er hier eigenlijk in ligt, zit in het denken, namelijk... denken vanuit de systemen. En als er iets is dat wij als tweelingvlammen hier anders neer te zetten hebben, dan is de manier waarop de relaties anders gaan vormgeven worden. Ik krijg hier Queen van Water. Dus dat kan een schorpioen zijn. Ook, of een van de andere tekens met de schorpioen die erop staat. Wacht, ik ga eerst allemaal omdraaien bedoel ik. Dan heb ik nog de Queen van Air, die verbonden is met Waterman. Dus kan iemand zijn een combinatie van connectie tussen een lucht- en een waterteken. Dat hoeft zo niet te zijn. En dan krijg je ook de ganzen. On a quest, relocation, weten waar hij heen gaat, niemand achterna laten. En vooral hetgeen wat mij vooral in het oog valt is... faithful, dus er vertrouwen erin hebben. En dan krijgen we de ladybug. Ah nee, niet de ladybug. Het leek op de ladybug. Het is een springham. Met een sprong in het vertrouwen. Een plotselinge verandering, geen zorgen maken. En de geluk staat er ook bij. Dat is waarschijnlijk daarom dat ik dacht dat de lieveheersbeestje was. Dus hetgeen wat we nu tot nu toe kregen, dat deze reading is voor iemand die een specifieke persoon wil gaan manifesteren, wil gaan aantrekken. Maar die dus eigenlijk zichzelf saboteert, als ik het zo mag zeggen, omdat er lessen te leren zijn in het anders gaan denken. En dat doordat er geen fysieke bewijzen zijn, of dat bijvoorbeeld die persoon gevoelens heeft, of ook in de connectie zit, of wat dan ook, dat belangrijk is om... te vertrouwen op de emoties en de dingen die je voelt. En niet zozeer vanuit de mind te proberen aan te trekken. Vandaar dat we ook water en lucht als elementen krijgen. Oké, wat is het advies? Wat is het advies voor deze persoon? En dan krijgen we een lightbulb. Dus dat is een lamp, een lichtmomentje. En dan gaat het moment een doorbraak, een realisatie. Een moment waarin je deze tijd van... Ah, god ja... Wellicht is dit hetgeen wat ik tot nu toe gezegd had al
voor jou een aha-moment. Dan hebben we de poes met al de verschillende stukjes, al de verschillende puzzelstukken ontrafelen, uit de knoop halen. En dan krijgen we de vrouw ondersteboven. En dus, maar het heeft te maken met de feminine energy. Dus wat voel ik vooral? Dat je niet voldoende genoeg in jouw vrouwelijke energie zit. Wat hebben we nog meer aan boodschappen? Wat moeten we nog meer? Voilà, hier zijn we er 1, 2. We hebben er ook weer twee ondersteboven. We hebben Neptunus. Dat is de heerser van verlichting. Dus dat gaat over die spirituele wereld, maar ook het volgen van een illusie. En dus licht weer ondersteboven is. En we hebben ook de victory kaart, dus overwinning, maar ook ondersteboven. Dus ik hoor aan de onderkant van de kaart krijgen we Pluto. Pluto heeft te maken met transformatie. En aan de andere kant, de rode draad, gaat rond het loskoppelen en loslaten. Of dus bewust worden van angsten. Ja, maar dat emoties zijn natuurlijk. Maar zodanig dat je kan gaan verder stappen in deze connectie en vooral in deze groei. Ik ga ze met tarotkaarten nemen. Wat is hetgeen dat we als advies kunnen meegeven? We hebben de Knight van Cups. Dat is hetgeen dat we net al gezegd hebben. Het is belangrijk om naar binnen te gaan en die vrouwelijke energie te stappen. Het niet vanuit de mind aan te vliegen, maar echt gewoon naar binnen te gaan. We hebben dan de 7 van munten en de koningin van munten ondersteboven. Wat hebben we nog? En dus nog de 2 van bekers. En ik voel dat we nog 1 kaart nodig hebben. Ja, voilà, hier is die. En de koningin van bekers, ja. En aan de onderkant hebben we opnieuw de Hanged Man en de wereldkaart. Dus als je vooruit wilt in het leven, en dus zeker wanneer het gaat over manifestaties, dan, laten we zeggen, gaan we er nooit geraken wanneer dat puur enkel alleen maar gaan aanvliegen vanuit onze mind. Tuurlijk ga je problemen kunnen oplossen. En tuurlijk ga je verschuivingen zien in die situatie in jouw leven. Maar door het feit dat je het kiest vanuit jouw eigen referentiekader, dus vanuit je mind, vanuit iets wat je zelf kan bedenken, dan ga je eigenlijk altijd jezelf tekort doen. Je gaat er altijd voor zorgen dat je keuzes maakt dat jouw ego kan omvatten. Dat je ego weet van anderen hebben dat ook al zo gedaan, dus het gaat zeker lukken, het gaat zeker slagen. Maar daarom is dat niet jouw pad, daarom is dat niet jouw manier. Want jouw ziel is hier om zijn eigen authentieke essentie neer te zetten en om van daaruit tot oplossingen te komen. Om nieuwe ervaringen te ervaren, te gaan leven. En daarom krijgen we de koningin van munten, dus het aarde-element, en de koningin van bekers, dus emotionele, allebei ondersteboven. Omdat je nu op dit moment veel te veel gefocust bent op de andere, waardoor dat je ervan uitgaat dat jullie gescheiden zijn, dat je totaal geen invloed hebt. En dus probeer het vanuit je mind en vanuit dat ja, zoals ik het altijd genoemd heb, het ego-gedragen bewustzijn in plaats van het hart-gedragen bewustzijn, dus ego-gestuurd bewustzijn eigenlijk, probeer je de situatie te gaan sturen. Maar dan werk je eigenlijk omgekeerd. Dan werk je vanuit de aarde, dus vanuit het aarde-element, waar dat eigenlijk de energie het meest dense is, het meest vast is. En dan probeer je daar een situatie teweeg te brengen of verandering teweeg te krijgen in het mentale, in het emotionele en uiteindelijk in die energie. Terwijl dat net manifesteren op een andere manier werd. Het gaat eerst in energie. Jij wordt eerst die persoon die al een vervullende relatie heeft met een andere ziel. Dus, in eerste instantie ook een vervullende relatie hebt met jezelf. Vandaar in mijn vorige video dat ik ook sprak over zelfliefde. Omdat dat super belangrijk is in elke manifestatie die je wilt gaan ervaren. Dus wanneer dat je de lessen nu aan het leren bent. Van wat brengt er mij vervulling? Wat maakt er mij gelukkig? Wat laat er mij goed voelen? En zo verder.
Wanneer je dat nu gaat gaan kijken in dan je fysieke wereld en durft om dingen los te laten, durft om situaties anders aan te pakken en durft om die leap of faith, hè, zoals dat die ene kaart zei, dus gewoon sprong in het onbekende te nemen, dan ga je pas die verschuivingen zien, want door de eenheid in jezelf en dus je mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf in balans te brengen, ga je automatisch dat weer spiegeld zien in de realiteit. Elke keer in mijn eigen connectie, het moment dat ik volledig wegstap van de connectie, dan is mijn twin volledig in de connectie. En het is soms heel frustrerend natuurlijk, maar dat is hoe dat het werkt. Zolang dat er nog ballast is, zolang dat er nog schaduw in één van ons aanwezig is, dat we nog dieper moeten aankijken. Dus het feit dat op die manier hier naar boven komt, is teken dat er ook in jou en in die andere persoon, waar je nu op dit moment heel hard op gefocust bent, dat er nog schaduwen zijn, dat er nog dingen te leren zijn. We gaan zien welke kaarten. Oké, deze. Daarom ook, wanneer je bijvoorbeeld gaat gaan visualiseren, dat je samen bent, eigenlijk het best van al zou zijn. Dat je gewoon zegt tegen het universum, en dat is hetgeen wat ik nu wil zeggen, is een hele belangrijke manifestatietool. Dus stel, jouw doel is om een bepaald specifieke persoon te manifesteren. Dan is het eigenlijk het beste om niet te visualiseren dat je met die persoon samen bent. Om niet te visualiseren dat jullie dingen samen doen. Want dan breng je iedere keer je focus daarop terug en word je iedere keer geconfronteerd. En toch zeker in het begin, zolang dat dat moeilijk is om dat zo te visualiseren, word je iedere keer geconfronteerd met het feit dat ze er nog niet zijn. Met het feit dat die situatie, die droom er nog niet is, dat die nog niet vervuld is. En dus moet je eigenlijk gaan verschuiven in het wel hebben ervan. Vandaar dat ik ook zeg tegen jullie, van zodra dat ik volledig wegstap, in zo van, ja, het is allemaal oké met mijn twin en alles is in orde en I don't care hoe dat verder verloopt en we zien wel. Dat zijn de momenten waarop dat ik zie dat er heel veel verschuivingen zijn. Waarom? Omdat ik op dat moment gewoon volledig mijn aandacht en mijn focus op andere dingen leg. Waarom? Omdat op dat moment zit ik in het stuk van, oké, mijn wens is vervuld. Ik vertrouw in het proces en ik ga gewoon mee met die flow en ik ben volledig onthecht of dat hij nu al dan niet in de connectie zit of niet. Wat dat hij ook uitsteekt in zijn leven of niet. Het maakt niet uit en het bepaalt niet hoe ik mij voel. Ik laat mijn geluk en de dingen die ik wil nastreven en ervaren niet afhangen van zijn keuzes. En dus, waarom leg je dat nu op deze manier uit? Omdat dat gelijk met wat je manifesteert altijd hetzelfde is. Het moment dat je er niet meer aan denkt, of dat je eigenlijk vergeten bent dat je het gevraagd hebt, dat zijn de momenten waarop je ziet dat het gaat gebeuren. Dat je het gaat ontvangen. Omdat je niet in de deur staat te kijken waar dat zit. Of wanneer dat zou aankomen. Dus, als je visualiseert, visualiseer dan iets wat je niet zo gehecht aan bent. Waarin iets waar je zoiets hebt van, ja, weet je, of dat nu zo is of anders, maakt mij niet zoveel uit. Dit of iets anders. Vandaar dat we dat ook altijd zeggen. Dit of iets anders. Dit of iets beters voor mijn hoogste goed. Dus het is veel belangrijker om dat te visualiseren en vooral bewust te zijn over hoe dat je voelt in dat moment. Want het is zelfs niet zo dat je altijd je supergoed moet voelen om te kunnen manifesteren. Je kunt, besef het of niet, maar je manifesteert ook heel vaak vanuit angst en vanuit negatieve gevoelens. Het grootste verschil is dat wanneer je in die hogere energie zit en in die hogere emoties, dat je gewoon ook een veel lichtere realiteit gaat gaan manifesteren. Dus daarin is het best dat je zegt van, oké, universum, breng mij de liefde van mijn leven. Zonder verder dingen in te voelen. Voel je dat iets is dat je kan doen? En ook daarin komt human design eigenlijk ook wel handig. Als je dat weet, want afhankelijk van welk type dat je bent, dan ben je iemand die dat zou zeggen, op een algemene manier manifesteert, zoals ik. Ik zeg bijvoorbeeld, oké, universum, dat is hetgeen dat ik wil. Hè. Ik wil de liefde van mijn leven ervaren en dan laat ik het los. Dan is dat hetgeen dat het universum mij brengt die dag. En hoor ook goed wat ik zeg, ik manifesteer voor die dag. Ik zet soms de intentie van, dat is hoe ik vandaag mijn dag zie. En dan laat ik het los. En dan ga ik go with the flow in mijn dag. Gewoon navigeren van één situatie naar het andere.
Dat is ook hetgeen dat de kaarten... Oeps, daar gaat er één in de grond in. Ja, dank je. Dat is hetgeen wat dat we ook in deze kaarten zien. We krijgen 12 met goddelijke wil. Laat de angsten los. We krijgen Dark Night of the Soul met het leven brengt nieuwe betekenis. We krijgen de 15 met Eternal Union, dus eeuwige eenheid en nieuwe liefde is zich aan het vormen. En kaart 25 met leven in light energy, dus een leven in lichtenergie. Beseffen dat alles energie is en ook de schoonheid en de mooiheid en de kracht en de liefde zien in alles van het leven. Dus het is mooi om te zien dat de kaarten die er nu uitgekomen zijn, eigenlijk ook bevestigen wat ik daarnet gezegd heb. Wanneer dat je angsten loslaat, wanneer dat je leert om, en dat is geen dat ook de blauwe vlam jou leert, dat is de eerste vlam in het programma Universele Vlammen, de blauwe vlam, vlam van de vrije wil, of eigenlijk van de goddelijke wil, maar ik heb het gekoppeld aan de vrije wil. Omdat je dan op dat punt de vrije wil gebruikt en afstemt op de wil van je ziel of de goddelijke wil. Of universele wil, maakt niet uit hoe je het wil noemen. Maar waarin dat je dan door het feit dat je ingetapt bent en afgestemd op dat hogere eenheidsbewustzijn, dat je ziet dat de angsten die er zijn geen invloed meer hebben op je innerlijke gemoedstoestand, op jouw zijn. Omdat je telkens de keuze hebt om eruit te stappen, om je anders te voelen, om andere keuzes te maken. En dat maakt dat leven eigenlijk echt interessant wordt, dat leven echt gezien wordt als een spel. Op momenten dat ik het zelf lastig ervaar of de zwaarte zwaarder op mij weegt dan anders, dan sta ik in de ochtend op en zeg ik van oké, ik ben klaar voor een nieuwe dag in dit spel, in de matrix, in hoe je het ook wil noemen. En dan zeg ik ook van oké, dit is het level dat ik vandaag wil spelen, dat zijn dingen dat ik wil ervaren, dat is hetgeen wat ik ga tackelen. Net zoals dat je aan een computerspel zou gaan spelen. Ik heb dat al in vorige video's ook uitgelegd. Hoe meer dat je het leven ziet als een computerspel, als een simulatie, en zegt van oké, dat is hier gewoon een next level, een simulatie, en s'avonds ga je slapen, als je bijvoorbeeld een goede dag gehad hebt, of een slechte dag gehad hebt. En dan kan dat ook. Zeg ook van oké, vandaag was een goede dag. Of vandaag was iets minder. Morgen opnieuw. Het is een reset. Het moment dat je gaat slapen, het is een reset. En dus je kunt in elk moment, in elke seconde van de dag eigenlijk de reset ook maken. Wanneer je een hele lastige voormiddag hebt, ga gewoon in de namiddag, ga op bed liggen, ga in de zetel liggen, ga even zonder je af, doe meditatie of ga gewoon een middagdutje doen. Het maakt niet uit, op dat moment reset je eigenlijk je volledig systeem. En dat is hoe krachtig dat energiewerk is. Wanneer dat je daar bewust van bent en wanneer je dat op een bewuste manier gaat gaan toepassen, ga je echt versteld staan van wat je allemaal kan bereiken. En ja, de mensen om jou heen gaan je uitdagen, gaan jou terug weer in de simulatie willen trekken als ze zeggen van nee, dit is een simulatie en dit is hoe dat werkt en er is niet iets anders. Dit is het. Ik kan het niet op een andere manier gaan doen, want op het moment dat je je leven verandert, ga je de mensen zo hard triggeren, omdat je natuurlijk nog meer gaat spiegelen dat zij gewoon in de valkuil blijven zitten, dat ze in de matrix blijven zitten. Maar ook daar, dat is hun keuze, hun verantwoordelijkheid en niet die van jou. Oké, met welke vlammen kunnen we deze week werken? Het zou mij niet veronderen als de blauwe vlam eruit komt, want er is al heel veel blauw in de kleuren en de kaarten naar boven gekomen. Blauw en geel. We gaan zien welke dat er nu uitkomen. Weet, daarvoor gebruik ik de Angels of Atlantis kaarten. Voilà, daar gaat hij. Twee heb ik er. We hebben Aartsengel Raziel met Retreat. Dus ga naar binnen. En Aartsengel Haniel met de robijnrode vlam omringd met de gele vlam. Dus die kan je in combinatie gebruiken. Niet samenbrengen, dus geen oranje vlam van maken. Maar dus de robijnrode met dan er rond een gele vlam. En die is verbonden met balans en integriteit. En Aartsengel Raziel met de Retreat. Heeft eigenlijk een combinatie van paars, geel, roze, groen, blauw. Het is eigenlijk bijna alle kleuren, maar dat uiteindelijk dan samen de diamantenvlam vormt. Maar ze zijn nog niet vermengd. Het is zoals je bijvoorbeeld op de wereldbol ziet, heb je ook verschillende kleuren. Het is ook zoiets vergelijkbaar. Oké, ik hoor dat er nog één is. Wacht, dan gaan we
Nog één doen. Oké, deze. Ah, voilà. De blauwe vlam. Met aartsengel Gabriel en Grace genade. Dus die kan je ook daarvoor gebruiken. Oké, ik moet nog een aantal boodschappen blijkbaar doorgeven. Dus dan doen we dat. Wat is nog de extra boodschap of het advies? We zien wat er komt. Oké, deze hebben we. Opening to Discovery met kaart 34. En dan zie je eigenlijk dezelfde kleuren zoals dat je in de, op de kaart ziet van de Raziel kaart met Retreat. En in het sleutelgat zie je een boom weerspiegeld met sterren. En dus eigenlijk, de boodschap daarbij is dat wanneer je bereid bent om in de eigen schaduwen te wandelen, in schaduw van je eigen zijn, dat je daar de sleutel gaat vinden naar jouw utopia, naar jouw overvloed, naar jouw leven vanuit die hogere energie. Maar het vraagt ervan om diep in die transformatie te gaan. Een andere kaart is Close Encounters met 10. 10 is het einde en tegelijkertijd het begin van een nieuwe fase, hoofdstuk, wereld, leven. En dat door die transformatie heen, dat je eigenlijk uit jouw eigen kooi, eigen gecreëerde kooi kan stappen. Want dat is een kooi en daar zitten twee vlinders in. Eén vlinder zit erin en één vlinder zit er buiten. En het is door de transformatie en om door die kooi durven heen te gaan, die eigenlijk, het ziet eruit als een kooi, maar zoals je soms ziet in de films, als je je hand er doorheen steekt, dan lijkt het, hoe zeg je dat? Betreedbaar, penetreerbaar te zijn, zodat het eigenlijk gewoon doorheen kan gaan. Maar je zou denken dat het een vaste stof is. Maar dat is het niet. Maar het vraagt natuurlijk om te vertrouwen, om te geloven. En zo, denk maar aan de films waarin je soms ziet dat er, dat er geen brug is, maar dat de brug verschijnt wanneer je gelooft om naar de overkant te gaan van de vallei bijvoorbeeld. Dat is hetgeen wat je ook te doen hebt. Stap en vertrouw dat het universum jou gaat helpen en jou de volgende stappen en iedere keer de volgende stukje van de brug gaat zorgen dat het er is. Maar jij moet eerst die stap zetten en eerst vertrouwen, weten dat het is en dan pas ga je ook het zien in je realiteit. Dus niet vanuit realiteit 3D naar energie, zoals dat we heel vaak gedaan hebben, maar vanuit energie in de materie te laten verschijnen. Voilà, dat was voor deze boodschap. Dus ik ga nog eens herhalen. De vlammen waar ik deze week mee kan werken zijn de blauwe vlam. De robijnrode met een gele rand. En dan een combinatie van alle vlammen waar je kan bedenken. Met meest ook de accent op de paarse, blauwe en de roze vlam. Voilà, dat was voor deze video. Ik wens je alvast een fantastische week en tot in de volgende.